Nou, deze staat er dus al 4000 uur, dus deze is gewoon, hebben we nooit gewoon zin in gehad om het weg te halen. Daar komt het denk ik op neer. Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom 2 video. Vandaag staan wij in Trintium en in Tilifia natuurlijk, aangezien dat mijn kingdom is. En we gaan gewoon weer eventjes een short tour geven aan een plekje wat ik nog niet echt goed had gevisit. Nadat het is veranderd. Dit is de tree farm, dit heb ik volgens mij een keer laten zien. Maar er is shit veranderd in de tree farm. Want wat er nu is veranderd is dat er ook een hele gilde bij zit. En daarachter zit nog iets en dan gaan we daarna heen. Maar eerst gaan we eventjes naar dit stukje hier. Want dit is de tree farm. Dit is voor de rest heel erg oninteressant en onbelangrijk. Aangezien het alleen maar bomen zijn. Dus daar ga ik niet zoveel aandacht aan besteden. Ik bedoel, ik kan niet zoveel details geven over wat bomen. Ook al zijn we te lief, ja, we kunnen niet zeg maar elke beschrijving geven van boom. Een boom en dat een boom en dat een boom. Kijk, dat is een mannetje. Wie is dit? Hallo. In ieder geval, het is opgedeeld in verschillende boomsoorten. Hier zijn dan de spruce logs, de oak logs, de andere logs. Dit is het huisje van de woodgilde. Ik weet niet hoe dat ook heet eigenlijk. Maar zoiets in die richting heet het. En die hebben hier een heel pakhuis voor hun shit. En de logs en zo, dit wordt beheerd door NDWars en TDWars. Het is een houtzagerij, dat was het. Ik was even vergeten. Maar in ieder geval, het is een houtzagerij. Ook wel, ja, de houtgilde shit. Dus hier is dan gewoon een vet huisje gebouwd door, ik weet niet precies door wie. Volgens mij is dit gebouwd door Mark, maar sorry als het niet waar is. Hier is dan een soort van houtshitmachine-achtig ding. We zullen wel even naar binnen gaan. Hallo. Dan heb je hier zo'n vet houtdingmachine. En daar heb je lava. Dat is really cool. En hier staan allemaal shit op de houtzagerij door. En NDWars, TDWars, alle hout bij de tree farm Trintium wordt hier gehakt. En dat is het eigenlijk. Hier wordt gewoon het hout opgeslagen, et cetera. Als je hier grieft, ben je echt een dikke faggot. En dan krijg je gewoon een permawan van heel DDG. Dus ik zal je maar niet grieven. Plokse rino's. Dus dat is eigenlijk een beetje de houtzagerij voor hoe dat zo is. Wat hierachter zit, is tevens heel erg vet. Waar ik nog heel even mee wacht. Hier heb je, ik wil namelijk eventjes laten zien hoe dit is opgebouwd. Het is namelijk ook opgelaagd in een soort van laagjes. Hey, Bankerwan Tower, noob. In ieder geval, dit is dan, wow, dat is niet helemaal de bedoeling volgens mij. Als daar een supergrote boomhut wordt gebouwd hier zo. Nou, deze staat er dus al 4000 uur. Dus deze is gewoon, hebben we nooit gewoon zin in gehad om het weg te halen. Daar komt het denk ik op neer. Maar hier heb je in ieder geval die bomen. En dat is het eigenlijk hier zo voor de tree farm shit. Heel oninteressant, heel erg leuk en zo. Best wel cool. Zeg maar als je een echte als je een echte Tiliviaan bent, vind je dit natuurlijk super, super leuk. Maar als je dat niet bent, dan niet, weet je. Dus ik heb hier random shit opgepakt, dus dat gooien we gewoon even daar neer. En dan is het denk ik tijd om door te gaan naar de steengilde. Want de steengilde, wow, ik kwam hier echt net voor het eerst. Ik wist eigenlijk niet eens dat dit er was. Steengilde is van Your Destiny en Crymore. En dat is eigenlijk, ja, dit is het. Dus we gaan weer weg. Doei, bedankt voor het... Nee, grapje. Die grap ga ik niet nog een keer maken. Maar dit is de steengilde, wow. Nee, het is geen bedrock gracht shit. En dat we hier dan met z'n allen gaan zitten campen op dit eiland. En dat we dan de brug weghalen. Het is gewoon voor de coolheid, weet je wel. Dat het hier zo... Ik zal wel even laten zien hoe diep dit eigenlijk is. Aangezien... Ja, daar kan je het zien. Maar ik ga wel even naar beneden. Je dacht dat ik dood ging vallen. Maar dat ging niet, want ik zit in fly. Want dan kan ik het even goed laten zien. Hier heb je dan dit hele gedoe. Ik weet niet precies wat de bedoeling hiervan allemaal is. Maar volgens mij moet dit hout ook helemaal naar beneden gemaakt worden. En hier wordt dan een soort van, zeg maar, een soort van machine omhoog huisachtig ding. Dat is dat, denk ik. En dan gaan we gewoon weer eventjes lopen. En dan zijn we hier bij de Stunnergilde. Ik ben hier nog niet naar binnen geweest. Ik heb hier wel gestaan zo van, wow, dit is cool. Ik zie hier al een hele grote steenoven. Dat vind ik vet, want ik hou van dit soort shit uitbouwen aan de zijkant. En dan gaan we even naar binnen om te kijken. En dat is eigenlijk gewoon allemaal furnissen. Gewoon wat coole shit. Hier heb je dan gewoon eigenlijk kisten. Furnissen en kisten. Dan gaan we even nog verder naar boven. Even kijken wat daar is. Daar heb je ook gewoon nog kisten. En kisten en kisten. Ik vind het altijd zo knusjes als die kisten zo allemaal naast elkaar zijn gezet. Het heeft totaal eigenlijk... Het is heel erg irritant, maar het ziet er wel vet uit, vind ik dan. In ieder geval, we hebben de laatste tijd ook best wel veel mod met Hifar. Dat met... De Malzahn is allemaal helemaal opgelost. Dat is geen probleem meer. Maar Hifar is tegenwoordig echt een beetje feel good tegen ons. Hij is van de houtzagerij. Ik denk dat hij daar nu ook
ook heen gaat. Hij zit samen met zijn broertje, zit hij daar altijd een beetje ja, de shit te fixen, te foxen. Maar dat is eigenlijk it voor deze Kingdom video. Ik wilde gewoon eventjes dit deel aan de andere kant van de brug laten zien. Dat is om precies te zijn. Ik heb jullie een keer helemaal op het begin van de nieuwe map, heb ik jullie een nieuwe brug laten zien als je dat nog niet hebt gezien. Kijk eventjes de Kingdom 2 afspeellijst. Daar heb je heel veel leuke Kingdom video's tussen zitten die je misschien nog niet hebt gezien. En als je misschien meer wil weten over Tulifia, dan kan je misschien daar terecht bij in de afspeellijst. En dan kan je kijken of je nog iets wilt zien van de Kingdom 2. Dit is natuurlijk die brug die Kai toen heeft gemaakt naar de andere kant van het eiland eigenlijk. Dit is het derde, ja, een van de drie eilanden, vier eilanden eigenlijk, die wij hebben. En dat is eigenlijk dit eiland. En dit is eigenlijk een beetje het productieve eiland aan de andere kant van de rivier dan. We hebben nog zeg maar wat steden hier zo op. En dat zal ik ook nog wel gaan laten zien als dat wat meer af is. Net zoals Avalon jongens. Als er gewoon wat kleine dingetjes af zijn, dan ga ik daar gewoon een Kingdom video over maken. En ik werd gebeld, dus ik weet helemaal niet meer waar ik was. Dus we laten het gewoon eventjes zo voor nu. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Laat een like achter. Abonneer voor meer Kingdom video's. Volg me op Twitter als je meer wilt weten van mij en mijn video's. En dan zie ik jullie in de volgende Kingdom 2 video. Later!